wat Blaskowitz en Volks te bespreken hadden, was in feite een administratieve aangelegenheid. Belangrijke aangelegenheden, maar geen capitulatie. Dat had ook in Bunnik kunnen gebeuren. Nou, dat is natuurlijk een interessante vraag. Waarom in godsnaam in Wageningen? Het Verlossum, kunt u mij horen? Ja, misschien ter verduidelijking. Ik ga straks eens richting Wageningen. Waarom doe ik dat? Omdat we opnames hebben op zaterdag en zondag in Wageningen. Met als centraal punt eigenlijk toch natuurlijk de Landbouwuniversiteit. Maar ook onze nostalgische gevoelens voor dit sympathieke plaatsje. En waarom rij ik niet gewoon op en neer tussen Utrecht en Wageningen? Omdat zij willen graag opstarten met de opname om, 11:15. Het is wel fijn als je klaar staat. Dat is vroeg. Om te worden gezenderd en zo. Voor mij doen is dat heel vroeg. Dus reken maar even uit, als ik daar 11:15 klaar zou moeten staan om gezenderd te worden, dan moet ik toch, zeker om aan de veilige kant te blijven, 3 kwartier eerder uit Utrecht weg. Dus dat is even kijken, 10:45, dan moet ik om 10:00 uit Utrecht weg. Wil ik enigszins normaal en veilig kunnen rijden, moet ik zeker 1 uur eerder op. Om met je tanden poetsen en weet ik veel wat. Dus dan, kijk aan. Je bent al om 9:00 op, omdat je weet hoe dat is bij dit soort gelegenheden. Je bent al heel gauw een klein uurtje eerder wakker. Wat is het vandaag ook weer? Tel uit je winst. Moet ik om 8:00 opstaan, bij wijze van spreken. Dus dat ga ik niet doen. Vandaar dat wij altijd, dit is altijd zo. Ja, van uw centen, het is even. Ik onderstreep het graag nog even. Het is de NTR vanzelfsprekend. Overnachten wij 2 nachten in een hotel ter plaatse. Ook in Wageningen. Wageningen is geloof ik 35 minuten rijden of zo. Maar ook in Wageningen. Het is eigenlijk vrij uniek dat het zo dichtbij is. We hebben ook Utrecht wel eens gedaan. Ik moet zeggen, in Utrecht zijn we niet in een hotel gaan overnachten, maar gewoon thuis. Broer misschien wel, want die moet vanuit Texel komen. Ja, mijn zuster komt dan het wijkbeduursteden komen. Mijn zuster had ook altijd enorme problemen met vroeg opstaan. Het is een beetje een puntje. In de familie? Ja, in de familie. Dus we overnachten in een keurig hotel in Wageningen. Maar we krijgen er wel heel veel voor met terug. Met uitzicht op de woning waar we opgegroeid zijn. Dat is ook weer vrij komisch. Ja. Ga je daar ook filmen? Nee, dat gaan we niet doen. Het kan zijn dat we door de Javastraat rijden, maar niet in de woning waar wij opgegroeid zijn. Want dat is een vrij merkwaardige zaak. Dat eigenlijk alle huizen in de Javastraat volgens mij zijn, die vroeger was allemaal huur. Wij huurden ook, mijn ouders huurden die woning, 75 gulden per maand geloof ik, als ik het een vrij ruime woning had. Ongelooflijk, daar kun je niks meer bij voorstellen. Precies, daar kun je. Maar wacht even, dit begint in 1945, dus dit is wel erg lang geleden allemaal. En al die huizen zijn volgens mij in de loop der tijd verkocht aan de bewoners, maar niet dit huis, niet nummer 12. Want daarin, ik moet mij natuurlijk terughoudend uitdrukken, omdat dat het over iets gaat wat er nog is. Maar mijn moeder had daar bijvoorbeeld een hele leuke tuin. Dit is echt een tuin. Als je in tuin een prijs wil geven voor de beroerdste tuin van Nederland, dan denk ik dat dit toch wel eindigt in de top 3. Hoe zag hij eruit? Het huis is zwaar verwaarloosd. Een oerwoud? Nee, het is niet eens mast, maar een oerwoud. Dat is nog leuk voor die diertjes en zo. Dat is aantrekkelijk, hè? De urban jungle. Nee, dit is nog veel erger. Ook, ik geloof ook kakkerlakken en pissebedden zouden zich er niet thuis voelen. Het ziet er verschrikkelijk uit. Dus nee, wij gaan daar niet. Ik denk dat die mensen ook terecht bezwaren zouden maken als ze daar met de camera naar binnen gingen staan loeren. Dus ik ben daar ook niet zo voor, want er is op zichzelf niks bijzonders aan dat huis te zien. Behalve voor ons natuurlijk. Voor ons ligt het anders dan, laten we zeggen, voor willekeurige kijkers naar het programma. Ja, maar die familiegeschiedenis schijnt natuurlijk, dat loopt als een rode draad toch wel een beetje door het programma. Daar gaan we wel iets over zeggen. Hoe het was om in Wageningen in de jaren 50 op te groeien. Ja, god, het was niet veel te doen in Wageningen. En dan vat ik het nog heel positief samen eigenlijk. Het was in allerlei opzichten had het de atmosfeer van een dorp. Maar daar moet natuurlijk bij aangetekend worden. Het was toen de Landbouwhogeschool. Tegenwoordig heet het natuurlijk, dat begrijp je. Wageningen University en Research Center of zoiets dergelijks. Het is overigens de Wageningse Universiteit. Is volgens internationale
Rijtjes is de Wageningen Universiteit de beste van Nederland. En de beste landbouwuniversiteit ter wereld. Het is ook geen kattenpis, zal ik nou maar even zeggen. Maar door de landbouwhogeschool, zoals die toen werd genoemd, was Wageningen weliswaar nogal dorps en stil. En nou, er gebeurde natuurlijk in feite geen kloot. Maar het had twee heel behoorlijke boekhandels. Met name één, Knippers Wetenschappelijke Boekhandel, waar ik hele goede herinneringen aan heb. Dan mocht je namelijk vrij lezen zonder ook een boek te hoeven. Er kwam niet iemand zo op je af, weet je wel, van kan ik u van dienst zijn? Dat had je daar niet. Dus ze konden je ook niet van dienst zijn, want je had toch geen geld om een boek te kopen. Als je al een boek kocht in de jaren 50 als jongen, dan moest je sparen. En dan draaide je de hele tijd de dubbeltjes rond. En dan kocht je zo'n prismaatje, dat was 1,25. En de aula's waren, ik geloof, 1,75 of zo. De aula's waren de wetenschappelijke tak. En de prismaatjes waren de populaire tak. Allemaal verdwenen. Spectrum is dat volgens mij, was die uitgever. Ik ken naar het voorbeeld natuurlijk van de penguins in Engeland. En daar had je natuurlijk die blauwe penguins. Hoe heet die dingen ook alweer. Dat was de wetenschap. Echt, daar zaten hele goede dingen bij. En dan had je de groene penguins, waren detectives, die las mijn grootmoeder. En dan had je van die oranje penguins, we kunnen nog wel even zo doorgaan. Ik geloof dat Penguin tegenwoordig de grootste uitgeverij ter wereld is, maar daar wil ik nu even vanaf zijn. En je had ook zeker vanaf de late jaren 50, werd er in Wageningen wel eens een behoorlijke film gedraaid. En dat bedoel ik niet, laten we zeggen, het normale Hollywood-genre, maar de bekende kunstfilm. Ik zeg dit ook met een zekere ironische terughouding, moet ik je zeggen. Mijn gedachten gaan terug naar Hiroshima Mon Amour. Niet waar, volgens velen de grootste film ooit gemaakt. En ik ben zelden in mijn leven zo ongelooflijk verveeld als bij Hiroshima Mon Amour. Maar ik heb nooit Ik heb geen instinct voor de kunstfilm, laat ik het zo zeggen. Voor mij mag er wel wat gebeuren eigenlijk. Hè? Zelfs ook bij romans ben ik ook. Je hebt mensen die laten we zeggen, genieten van alle literaire effecten. Dat kan ik ook wel. Maar ik vind reading for the plot, zoals dat heet, dat mag ik ook graag doen. Dat het ergens begint en ook ergens eindigt. Moet actie in zitten. Precies, er is een held en die vindt een dubbeltje. En omdat hij een dubbeltje vindt, ontspint zich een enorm complex verhaal. En uiteindelijk komt hij terecht op een onbewoond eiland. En dan steekt hij in spa aan de grond. En daar staat een hele grote kist met gouden dubloenen, bij wijze van spreken. Om maar eens even iets romantisch te noemen. Ja, dat vind ik ook wel leuk. Dus dat is natuurlijk ook, denk ik, wel een beetje. Ja, ik maakte daar altijd wel flauwe opmerkingen over. De VPRO-film op zondagavond. En je wist, je moest daar naar kijken. Dat was echt de top van de wereld. Maar het was zwaar werk. Hè? Het was altijd zo'n Albanese boer die 10 kinderen had en 7 kippen. En kregen die kippen het snot. En die kinderen was ook iets mee. En nou ja, voordat je het weet was je zo gedeprimeerd geraakt dat je moeite had om het eind van de film te halen, bij wijze van spreken. Ik mag graag een B-film, een goede B-film. Heb ik ook wel eens eerder betoogd. Vaak is een goed geconstrueerde, goed gemonteerde B-film beter dan A-films, grote spektakels. Daar moet je best op letten. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, ik heb er wel voorbeelden van, maar die willen me nu natuurlijk niet te binnen schieten. Oh, dat komt zo meteen wel. Four Days, hoe heet die film? Een film met Robert Redford volgens mij. Nou ja, een geweldige film. Het schiet je zo te binnen. Ja, moeten we even. Maar sowieso in bredere zin ben ik wel bereid dat vol te houden. Dat een goed gemaakte Amerikaanse B-film. Want de Amerikanen, dat moet je er altijd wel bij zeggen. Hoe vaak is het geluid niet waardeloos in Nederlandse films? Hè? Bij de Amerikanen kan ook een klote film zijn, maar technisch zit het goed in elkaar. Ja. De opnames kloppen, het geluid is goed verstaanbaar. Nou ja, ga ze maar door. Om nog maar te zwijgen over de acteurs en hoe ze acteren. Ja, ook dat kan nog wel verschil maken natuurlijk. Al heb je ook in Nederland formidabele acteurs. Ook op het witte doek, dat komt voor. Ja, ik denk nu aan een heel systeem, maar daar moet ik zoveel mensen gaan kwetsen die ik niet ga, liever niet kwets, dat ik het niet ga vertellen. Waar ook allerlei mensen in spelen die helemaal niet kunnen acteren. Dat wil ik ook net zeggen. Iedere film die je op tv ook ziet, denk je van dit is helemaal niks. Nou ja, god. Iedereen kan nu meedogenloos terugslaan
over mijn unieke filmrol in die film van Theo van Gogh. Waar ik zelf ook niet van onder de indruk was, laat ik dat meteen... Het belang van de staat. Ja, laat ik dat meteen voorop stellen. Maar we zijn enorm afgedwaald, want het ging eigenlijk om Wageningen. Wageningen. Je zei, toen was er eigenlijk niets te doen, maar ik vroeg me eigenlijk af, is er nu dan wel iets te doen? Ik heb geen idee, maar volgens mij is er veel meer te doen. Om de vrij eenvoudige reden dat er toen, laten we zeggen halverwege de jaren 50, schat ik dat er tussen de 3.000 en de 4.000 studenten waren, als die er al waren. En nu zijn het er 13.000. Bovendien, een zeer aanzienlijke deel daarvan is buitenlands. Ik geloof zelfs 20% of zo. En op hoeveel inwoners totaal, die studenten? Nou, dat verbaasde mij ook enorm, want ik was nog helemaal blijven hangen in de oude tijd. Dus ik dacht dat Wageningen nou ja, zo ergens tussen de 25.000 en de 30.000 inwoners had. Dat was een beetje in mijn tijd het geval. Nee, Wageningen heeft 41.000 inwoners tegenwoordig. Dus dat is echt substantieel gegroeid. En die landbouwuniversiteit die speelt natuurlijk ook qua werkgelegenheid een hele, nou prominent is niet eens het woord, zeer dominante rol in Wageningen. Ik las dat 53% van alle werkgelegenheid is direct gerelateerd aan de landbouwuniversiteit. En als je indirect rekent, hè, dat is natuurlijk ook de leveranciers zijn en dat soort van dingen, een DHL-wagentje vanzelfsprekend ook. Dan zit je al op 70% werkgelegenheid. En het budget van de universiteit is 5 maal zo groot als het gemeentelijke budget. Wat ook al een beetje aangeeft, niet waar, hoe dominant die onderwijsinstelling is. Wat een zegen het is voor zo'n plaatsje dat er zo'n fantastische werkgever is. Die natuurlijk relatief geringe gevoeligheid heeft voor de conjunctuurbeweging. Het stort niet meteen in als er een recessie is of zo. Het is wel leuk om even van studenten te horen die ook hier naar luisteren hoe dat is, hè, om als student in Wageningen te leven. Ja, ik ben al jaloers op mensen die in Wageningen wonen, moet ik je zeggen. En hoe komt dat? Omdat ik het wel een prettig plaatsje vond. En ik ben natuurlijk in het rustige, kalme, kabbelende, misschien wat suffe Wageningen van de jaren 50 opgegroeid. Waar inderdaad niet veel te doen was. Het was in ieder geval geen Amsterdam, laten we het dan maar zo zeggen. De jaren 50 waren sowieso in bredere zin vrij suf. Ook in cultureel opzicht. Maar ik heb toch ergens in je ziel wordt vastgezet dat je kleinsteeds bent. Dat je daar bent opgegroeid, denk je ook kleinsteeds. Dus ik denk al heel gauw. Zelfs in Utrecht, hoewel dat een op zichzelf een fatsoenlijke provinciestad is, waar het ook allemaal niet zo groot is, vanzelfsprekend. Maar in Amsterdam denk ik al gauw te druk, te vol, te pretentieus. Mijn zuster had een onbeschrijfelijke takkenhekel aan Amsterdam. En die heb ik niet. Maar ik heb er wel een zeker begrip voor. Dat wel. Laat staan reuze steden. Hè, waar je denkt, grote god, leuk. Voor een weekendje. Ik mocht graag wandelen in Londen toen mijn dochter daar woonde. Maar je moet er niet aan denken, joh, dat je daar je leven zou moeten slijten in die zenuwenboel. Ja. Beetje rustig, beetje kalm, ja. Beetje dorps. Dat zit heel diep in mij verankerd, de dorpsheid. Dat je denkt, gewoon net precies, niet te groot, niet te klein. Er is een boekwinkel, allee. Ja. Wat wil je nog meer? Je kunt er hele leuke wandelingen maken in Wageningen. Je hebt de Uiterwaarden, je hebt de... Wageningen heeft een berg. Hè? Dat verwacht je ook die niet. Die heel originele naam heeft de Wageningse berg. Kijk. En als je daar wandelt, dan je kunt zo dat pad omhoog lopen. Je kunt helemaal doorlopen tot de berg weer ophoudt, zou ik maar zeggen. Prachtig uitzicht. Hele leuke wandeling. Ja, en ik sprak gisteren nog Remco, die woont in Wageningen. En die zegt van, we nemen nu vandaag op Bevrijdingsdag. Hij zegt... Bevrijdingsdag, dan is het feest in Wageningen, want daar wordt het vredesvuur ontstoken. Daar hielden wij wel een zekere afstand van, hoor. Dan gaan marcheren met Prins Bernhard erbij, daar waren wij helemaal niet zulke liefhebbers van. Maar daar staat Wageningen ook onbekend, hè? Waarom is dat daar? Vanwege de capitulatie, vanwege de zogenaamde capitulatie. Want er heeft nooit een capitulatie plaatsgevonden. Dat is een beetje een eigenaardig aspect aan de zaak. Kijk, de capitulatie van alle Duitse troepen in Noordwest-Europa had plaatsgevonden op 4 mei 1945 in de tent van Montgomery die al in Duitsland stond, om precies te zijn op de Lüneburger Heide. Dus wat er in Wageningen gebeurde was helemaal geen capitulatie,
Dat was eigenlijk, hoe moet je dat zeggen, een administratief abkommen. Laten we het even, omdat er ook Duitsers bij waren, op zijn Duits houden. Hoe krijgen we dat 25e Duitse leger, wat nog in West-Nederland resideerde, hoe krijgen we dat weg? Zonder incidenten, zonder dat er geschoten gaat worden die wapens. Nou, alles wat er moest worden geregeld, dat moest worden besproken tussen de Australiërs, Australische generaal Fokes, die het bevel voerde over die sector van het front. Het was natuurlijk toch nog een front. En de bevelhebber van de Duitse troepen, en zeker Blaskowitz, een van de weinige fatsoenlijke Duitse generaals, die op een hele eigenaardige wijze om het leven is gekomen. Daar kunnen we nu jammer genoeg niet op ingaan. Maar Fokes, die had ambities. Die had de ambitie om chef van de generale staf in Canada te worden. Maar hij had een gevaarlijke concurrent. Dus toen dacht hij, weet je wat, van dat administratieve abkomen probeer ik een beetje de suggestie te wekken dat het eigenlijk een capitulatie is van de Duitse troepen in Nederland aan mij. En ja, dat heeft hij een beetje aan de steel gestoken. En aanvankelijk bijvoorbeeld, prins Bernhard was bij een aantal van die besprekingen aanwezig geweest. Zei prins Bernhard, geloof ik, vrij waarheidsgetrouw, ja, dat er verder geen capitulatie was, maar dat er wel serieus werd gesproken over alle mogelijke zaken. Maar in de loop der tijden, stap voor stap, is het eigenlijk een soort capitulatie geworden. Maar nogmaals, dat was het niet. Dus in die zin, Wageningen noemt zich ook stad van de vrijheid. En kijk, ik gun het ze allemaal van harte. Je moet wat hebben. Heeft Wageningen ook wat. Hè? Den Bosch heeft weer wat. Zo'n beetje dat syndroom. Maar een echte capitulatie was het niet. Die had al plaatsgevonden. Sowieso is de capitulatie na de Tweede Wereldoorlog een langdurig en ingewikkeld proces. Want er is gecapituleerd bij Montgomery en dan vervolgens volgens mij 6 mei in Reims en vervolgens op 7 mei in Berlijn. En dat in Berlijn, dat komt, toen was het natuurlijk in Rusland al vanwege de tijdsverschillen 8 mei. Ik geloof ook dat de Russen het op 8 mei herdenken. Dus het is eigenlijk meer een capitulatieweek, zo zou je het kunnen beschouwen. Vooral de Russen waren pissig als er niet duidelijk werd gemaakt dat de capitulatie niet waar voor een belangrijk gedeelte de verdiensten was van de Russen. Waar ze wel gelijk in hadden. Het is dus puur eigenlijk administratie wat daar heeft plaatsgevonden. Ja, wat Blaskowitz en Fokes te bespreken hadden, was in feite een administratieve aangelegenheid. Belangrijke aangelegenheden, maar geen capitulatie. Dat had ook in Bunnik kunnen gebeuren. Nou, dat is natuurlijk een interessante vraag. Waarom in godsnaam in Wageningen? Dat kwam omdat Wageningen eigenlijk, daar waren net nog, Wageningen was, ik geloof, half april bevrijd door, nou dacht ik, een Engelse troepen. Maar goed, in ieder geval had Fokes, Canadese generaal het daarover te vertellen. En er was een soort brede strook van betrekkelijk niemandsland tussen de Duitse troepen die zich nog in West-Nederland bevonden en de geallieerde troepen die zich in de rest van Nederland bevonden. En want er was alles gesproken in Achterberg. Achterveld moet ik zeggen. In Achterveld. In verband tussen de verschillende partijen. In verband met de voedseldroppings die ze wilden organiseren. Die kwamen natuurlijk ook laat. Die zijn 29 april begonnen, 45. En nou ja, uiteindelijk was de hele oorlog klaar op 4 mei, zal ik nou maar even zeggen. Maar het was een sympathiek gebaar. Het kwam laat. Er is natuurlijk enorm veel van gemaakt, ook van die droppings. Je kent die foto's wel. Met wegrennende jonge vrouwen en het zonnetje. Gaan ze maar door. Allemaal heel verdienstelijk. Maar het was in feite een druppel op de gloeiende plaat. Vanaf dat moment wordt West-Nederland bevoorraad met voedsel. Werd ook nog een beetje merkwaardig. Er werd ook mosterd en sigaretten werden ook afgeworpen. Dat zei je de vorige keer. Ja, dat heb ik al verteld. Ja. Maar pas in de zomer eigenlijk is het probleem volledig opgelost. Het hongerprobleem. Ja. En wat is daarvan in Wageningen nog te zien van deze geschiedenis? Nou, dat is wel. Op 5 mei hebben Blaskowitz en Fokes met elkaar gesproken. In aanwezigheid van prins Bernhard, die er overigens verder niet zoveel mee te maken had. Maar natuurlijk wel fijn vond dat hij erbij zat. En dat heeft zich afgespeeld in een serre van Hotel de Wereld. Als je foto's ziet van Hotel de Wereld op dat moment, dat is
Ja, de ramen hangen eruit en de markiezen zijn gescheurd. En het ziet er verschrikkelijk uit. En die serre, dat was een armzalige ruimte. En daar zaten ze aan een nogal armzalige tafel met elkaar te praten. De geallieerde rechts en een Blaskowitz links, als ik het me goed herinner. Overigens, dat is ook heel typisch. Blaskowitz had helemaal niet hoeven te komen. Zijn stafchef was voldoende geweest. Want ja, er viel niks meer te capituleren. Maar Volks wou dat Blaskowitz kwam. Waarom? Om het... Ja, om de lucht in te persen. He, dat was een belang. Hij moest suggereren dat het hartstikke belangrijk was. Allemaal. Maar die serre die is helemaal opgeknapt. En die leidt aan een verschijnsel wat je wel vaker ziet bij renovatie. Dat de renovatie zo ingrijpend is geweest dat er van de oude toestand niets meer herkenbaar over is. En dat is het lot geweest van de serre. Die er nog heel lang vrij shabby bij heeft gelegen. Maar nu, ja, onherkenbaar veranderd is. Ik hoor een beetje in dat je dat wel jammer vindt. Ja, dat vind ik wel jammer. Ja, heel veel dingen worden kapot gerestaureerd, zoals dat heet. Dat is een heel fijngevoelige zaak natuurlijk. Hoe moet je restaureren? Je hebt een vervallen kasteel, hoe ga je het restaureren? Een kasteel is waarschijnlijk oorspronkelijk gebouwd in 1263, ik noem maar wat op. En in de loop der zeven eeuwen en nog wat... is er van alles aan geprutst en gedaan en verbouwinkjes en het is een keer afgefikt. En wat restaureer je? De oorspronkelijke toestand in 1263. De toestand aan het eind van de 18e eeuw toen ze er een nieuwe voorgevel voor gezet hebben. De toestand van 50 jaar geleden toen het in begon te storten. Dat is een heel lastig probleem. Dat geldt trouwens voor de natuur precies zo. Mensen zijn natuurlijk in Nederland geweldig voor natuurherstel, dat begrijp je. Heel sympathiek streven, wie niet. Maar eigenlijk ben je er altijd voor om dat natuur te herstellen die je kent uit je jeugd. Want dat is voor jou de vanzelfsprekende natuur. Maar welke natuur ga je in Nederland herstellen? Gaan we van Nederland weer het moeras maken wat het was in, laten we zeggen, 2000 jaar geleden? Of gaan we Nederland herstellen zoals het... zeg eens wat halverwege de middeleeuwen was, toen er al veel ontgonnen was en men her en der ook al sloten had gegraven enzovoort. Gaan we de toestand herstellen zoals ze afgebeeld in de verkaderalbums, dus zeg maar ergens tussen 1890 en 1930. Hè? Proberen we de huidige toestand enigszins te fixeren? Nee, geen mens die het weet. Je hebt tal van mensen die zeggen, ja, moet niet lullen. Nederland moet gewoon terug naar het moeras wat het ooit was. Waar ik altijd wel een zekere lichte sympathie voor heb. Zo'n radicale oplossing. Maar je kunt ook zeggen, ja, moet Nederland naar de situatie van 10.000 jaar geleden? Ik denk dat we toen raar waren. Dus ja, het is heel betrekkelijk. Ja. We hebben dus Hotel de Wereld. We weten dat dat daar allemaal heeft plaatsgevonden. Maar in die serre. Iedereen kan gaan kijken, maar er is niks over. Er is niks van te zien meer. Nee, daar hangt een foto van de aanwezigen op die dag. 5 mei 1945. Ja. En dan zie je wel een shabby ruimte het is. Ja. En dus de festiviteiten. Slordig, moet ik zeggen. Slordig, rommelig, sleets. Wat is shabby eigenlijk? Ja, nou ja, dat ook is een Engels woord. Hè? Ja. Maar ja, we snappen wat je bedoelt. Oké. Okay. En dus zijn dat ook verhalen die je met je broer gaat meenemen? Of gaan jullie het over heel andere dingen? Nou, we gaan dit wel uit de doeken doen. Je moet haast wel, want wat moet je anders vertellen? Nou, van alles over de Landbouwuniversiteit natuurlijk. Oh, daar ga je eigenlijk op focussen. Of het raadsel, waarom heeft Wageningen geen station? Hoe komt dat? Ze hebben een tijdje een station gehad, maar ja, dat was niet veel meer dan het eindpunt van een stoomtram, zal ik nou maar zeggen. Dus dat was nog niet zo indrukwekkend. Waar ligt dat aan? En ik ben er bijvoorbeeld achter, ik dacht altijd dat het lag aan het feit dat Wageningen zichzelf zo deftig vond, dat ze niet geïnteresseerd waren in een station. Maar dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. Allerlei interessante overwegingen hebben ertoe geleid dat de Rijnspoorwegmaatschappij, die lijn heeft aangelegd, of die lijn moest aanleggen van Utrecht naar Arnhem, dat die op die plek heeft aangelegd waar die tenslotte is aangelegd. Daar zijn begrijpelijke redenen voor te geven. En uiteindelijk denk ik dat Wageningen maar een heel beperkte mate schade heeft geleden van het feit dat zij geen groot station hebben gekregen. Of dat het Wageningenstation is eigenlijk Ede-Wageningen, zoals dat heet. Waarnaar ik begreep nu een geheel nieuw station wordt gebouwd op dit moment. Maar goed, daar ben ik heel wat in en uit gestapt. En er is natuurlijk de bus vanuit Utrecht, volgens mij lijn 50, die helemaal naar Wageningen. Ja, maar met de bus van Wageningen naar Utrecht, over de, zeg maar, de oude route.
Ja, dan zou ik ook victualiën meenemen en voldoende te drinken en zo. Dan moet je echt bereid zijn om een expeditie te ondernemen. Er zijn nog toch nog studenten die dat doen. Ik schat dat het meer dan een uur kost. Dat denk ik ook wel, ja. Maar goed, anders moet je met de bus naar Ede-Wageningen en dan met de trein naar Utrecht. Mm. En als je terugkwam van, dat was heel interessant geregeld. Je hebt ook typisch Nederlands in allerlei opzichten. Als je dus met de trein uit Utrecht kwam, stapte je uit bij Ede-Wageningen. En op het moment dat je je voet op het perron zette, zag je de bus naar Wageningen wegrijden. En dan moest je dus 20 minuten wachten. Ze zijn er nooit in geslaagd om dat gecoördineerd te krijgen. Maar die universiteit, die staat dus centraal. Want ik hoor ook vaak weer mannen wel eens. En die zeggen allemaal, ook gestudeerd aan de Wageningen Universiteit. Ja, twee ooms van mij. De ene heeft bosbouw gestudeerd, de andere tropische landbouw. En wat vooral voor de oorlog was, ik geloof de helft van alle studenten, deed tropische landbouw vanwege natuurlijk Nederlands-Indië. Ja, waarschijnlijk zijn er nu al allerlei mensen die meteen beginnen te roepen, roof, gestolen. Als er iemand in de staat Indonesië gevormd heeft, dan zijn wij het natuurlijk. Want dat was helemaal niet een eenheidsstaat. Dat hebben wij ervan gemaakt. Dus daar ligt ook een linkje tussen de universiteit in Wageningen en Indonesië. Ja, zeker. Zeker omvangrijk, ja. Zeker mijn ene oom die deed tropische landbouw. Maar daar had hij het nooit over. Ze hadden ik studeer pindateelt, zei hij altijd. Ja. Moet je nu niet meer zeggen, denk nee, ik. Dat nee, moet je tegenwoordig niet meer zeggen, waarschijnlijk. Maar dat is wel interessant. Er komen allemaal interessante verhalen zo naar boven. Ja, die universiteit die heeft een hele belangrijke rol gespeeld. En dan natuurlijk het interessante vraagstuk. Waar komt die berg vandaan? Natuurlijk even verder. Je hoeft maar 4 kilometer verderop te gaan. En dan heb je een tweede berg, namelijk de Grebbeberg. En ik zag tot mijn lichtelijke irritatie dat de Grebbeberg 10 meter hoger was dan de Wageningse berg, die is 42 meter hoog. En de Grebbeberg is 52 meter hoog. En oorspronkelijk is dat waarschijnlijk één complex geweest. En dat is natuurlijk een stuwwal uit de ene laatste ijstijd. Het Salien is dat, geloof ik, als ik het wel heb. Oké, dus ook geschiedenis. Nou ja, Nederlanders moeten beseffen dat in feite een zeer groot deel van het Nederlandse landschap, in de ruimste zin van het woord, een product is van twee ijstijden, namelijk het Salien, dat is de ene laatste ijstijd, en de laatste ijstijd. Toen is het ijs niet zo ver gekomen, maar in het Salien lag er een soort ijsmuur van Haarlem naar Nijmegen. Dus het was geen kattenpis. Nee, en dat zie je dus aan zo'n berg. En waar kun je het nog meer aan zien? Nou, dat kun je zien aan de Gelderse Vallei die tussen die twee bergen in ligt, want daar zat zo'n grote ijstong, zat daarin. Dat ijs was zo zwaar. Het was 80 meter hoog op sommige plekken, maar 200 meter hoog op andere plekken. Dat het 25 meter in de drassige bodem verdween, als het ware. En als het dan gaat smelten, natuurlijk, dat smeltwater moet ook ergens heen. Dan heeft dat ook weer gevolgen voor het landschap. Maar als je kijkt, aan de rechterkant van de Wageningse berg ligt het zogenaamde Veluwemassief. Wat globaal overal een meter of 40 boven Nederland uitsteekt. Ook dat is natuurlijk een product van de ijstijden. En ook van de tussentijd. Hè, want de ijstijden hadden gedaan, werd bedekt met zogenaamd dekzand. Omdat je tussen de ijstijden had je warmere periodes. Maar soms ook was het heel droog, toendra-achtig. En dan stak de wind op en dan enorme zandpakketten werden afgezet. Nee, Nederland heeft ook een hele. Overigens, dat is ook wel curieus, wist ik ook niet. Dat een van de redenen om aan Wageningen een Rijkslandbouwschool te geven. In 1873, 1876 zo'n beetje. Oorspronkelijke besluit is van 1873. Was omdat Wageningen zoveel verschillende interessante grondsoorten had. Vanwege die ijstijden natuurlijk. En de grond die door de rivier was afgezet. Ja, er stroomt langs Wageningen natuurlijk een rivier. En weliswaar is dat niet meer de hoofdstroom van de Rijn. Maar ja, wij wonen in een delta natuurlijk. In feite is het de Rijn alleen splitst die zich eigenlijk zo'n beetje bij het binnenkomen in Nederland in meerdere rivieren. De IJssel, de Nederrijn en de Waal vanzelfsprekend. Ik vind een plaats zonder rivier, daar zou ik niet willen wonen. Zelfs als het een dorp was, graag een rivier erbij.
De rivier geeft je toch het gevoel dat je kunt een bootje huren, je kunt erin gaan zitten. En voordat je pap gezegd hebt, niet waar, kom je in zee uit en kun je de oceaan gaan bevaren. Maar Utrecht heeft ook niet echt een rivier, toch? Nee, een kanaal hebben we. Omdat natuurlijk wat Utrecht heeft, de Oude Rijn, is natuurlijk een ander restant. Want in de Romeinse tijd was natuurlijk wat nu de Oude Rijn is, een heel lullig riviertje in allerlei opzichten, was de hoofdstroom van de Rijn. En de Romeinen hebben er al aan gepiemeld, waardoor de Nederrijn dan een belangrijke functie krijgt. Ja. En hoe komt het eigenlijk dat die universiteit zo goed is in Wageningen? Dat is een heel interessante vraag. Kennelijk hebben ze... Het gaat ze in feite over één... ik ga nu zeggen één onderwerp, en dat is een beetje een stomzinnige definitie eigenlijk, want ze doen van alles en nog wat. Microbiologie, natuurkunde. Ze hebben een heel breed palet. Maar uiteindelijk gaat het over de landbouw. Of laten we het nog breder zeggen, het gaat uiteindelijk om de voedselproductie en de voedselconsumptie. En dat is toch een heel gericht onderwerp. En kennelijk is dat elders in de wereld nooit op een zo gerichte en efficiënte wijze georganiseerd. Overigens heeft ook de Universiteit Wageningen heeft ook al een dieptepunt gehad in de jaren, eind jaren 80, jaren 90. Toen voor het eerst de landbouw nog een hele negatieve connotatie kreeg. Vanwege de mest en ja, verrassend, geef toe. U zult ervan opkijken dat mest nou niet bepaald een nieuw probleem is in Nederland. Maar ook natuurlijk het feit dat de bodemuitputting, het consumentisme, al die zaken opgestapeld, hebben er in de jaren 90 toe geleid dat het aantal studenten terug begon te lopen. En toen zijn ze gestart met, laten we maar zeggen, zo'n science center. En dat is bij mijn weten een enorm succes geworden. Trouwens in Utrecht, idem dito. Als je over de oude Uithof rijdt, dan tot je verbazing staat er altijd weer een nieuw gebouw bij. Het is voor steden is het een godswonder als je een universiteit hebt. Moet je eens denken wat dat Utrecht moet doen. Niet waar, als Demka en die spoorwegfabriek dichtgegaan waren zonder alternatief. En welke rol heeft de Wageningen Universiteit in de uitdaging waar we nu voor staan in Nederland? Dat bedoel ik met name... Dat is een heel interessant probleem eigenlijk. Omdat de Wageningen Universiteit, die hinkt eigenlijk, die heeft ook twee benen. Zoals de meeste levende wezens, dat zijn maar niet waar. Maar goed, die heeft twee benen. En het ene been is eigenlijk een kritisch been. Wat heel scherp ziet, dat die eindeloze productiviteitsverhogingen, die eindeloze vertechnologisering van de landbouw, dat uiteindelijk een doodlopende weg is. En anderzijds is het aan het andere been, wat nou juist actief is geweest in die productiviteitsverhoging, schaalvergroting, technologisering van de landbouw. Dus de landbouwuniversiteit zelf worstelt met het probleem. Je hebt hele kritische hoogleraren. Je hebt hier de hoogleraar die zei, niet lullen. Er moet gewoon voedsel geproduceerd worden. Eventueel kan het wat netter dan het nu gebeurt, maar het moet wel geproduceerd worden. Wat doe je met kunstmest? Ga je dat verminderen? Ga je dat niet verminderen? Dat zijn allerlei vragen die je daarover kunt stellen. Maar nogmaals, voor zover ik weet, is de universiteit zich zeer wel bewust van deze vraagstukken. Maar wordt er gewisselend over gedacht, wat heel begrijpelijk is. Gezien de situatie. Ja, de universiteit heeft zich natuurlijk, zoals de hele Nederlandse overheid overigens, na 45 aan het vraagstuk gezet, nooit meer honger. Overigens, ik begrijp niet dat zo'n belangrijke rol heeft gespeeld, omdat de honger van de hongerwinter, waar we het zo uitgebreid over gehad hebben, helemaal niet veroorzaakt is door gebrek aan voedsel, maar zoals ik heb uitgelegd, een transportprobleem was. Voedsel was al zat in Nederland, maar het was een transportprobleem. Precies, de staking hebben. En laten we niet vergeten dat die immens productieve Nederlandse landbouw, althans de producten daarvan, die worden voor 70% geëxporteerd. Dus je hoort ook al die boeren, wij zorgen voor jullie voedsel. Ja, ze zorgen ook voor het voedsel van een groot aantal Duitsers en Belgen en weet ik veel waar het naartoe gaat. Vreemd wat ze doen, ja. Overigens, mensen, het regent, dus dat hoor je heel duidelijk. En de Hongerwinterpodcast kun je terugluisteren. We kregen daar veel vragen nog over, die kunnen we nog een keer behandelen. Hey, nog even één vraag over die Bernard, hè. Staat weer even los van de universiteit. Wat deed hij nou bij die onderhandelingen? Want had hij in principe toch niets te zoeken? Nou,
aanvankelijk in Achterveld, waar die onderhandelingen startten over die voedseldroppings, hoopte Bernard eigenlijk dat de Duitsers bereid zouden zijn, eventueel ook met toestemming van de Amerikanen en de Engelsen die daar waren, want ook die stafchef van Eisenhower was daar aanwezig, dat zij toestemming zouden geven voor de capitulatie van de Duitsers in West-Nederland aan de Nederlanders, in casu aan Bernard. Maar daar hadden ze helemaal geen puf in, de Amerikanen zagen daar ook helemaal niks in. Want die wilden dat natuurlijk veel liever aan hun eigen militaire top delegeren en kijken hoe dat ging aflopen. Dus dat is niet gebeurd. Er is zo'n document van die overeenkomst in Achterveld. En daar zie je ook dat de Nederlandse sectie niet getekend is. Ja, daar heb ik ooit een kleine documentaire over gemaakt, vandaar dat ik er iets van af weet. Want dat is ook maar weer betrekkelijk toeval. Dus zij waren het niet eens, maar het niet zetten van hun handtekeningen had geen enkel effect? Nee. Nou ja, ze hadden niet gekregen wat ze hoopten te krijgen, maar wat naar mijn idee gewoon niet waarschijnlijk was dat ze zouden krijgen. Ja. Maar waarom speelde Bernard die rol? Omdat Bernard chef was van de binnenlandse strijdkrachten, volgens mij. Of in ieder geval een hoge pief, een opperbevelhebber van sowieso. Ja. Het waren natuurlijk de rechterhand van Wilhelmina. Ja, maar lag dat niet gevoelig omdat hij een Duitse afkomst had? Nou ja, volgens sommige mensen wel, maar volgens andere mensen niet. Ja, je hebt dat hele verhaal natuurlijk dat Bernard zich zogenaamd zou hebben aangeboden als Gauleiter in Nederland aan het naziregime. Maar, oh sorry. Mijn telefoon ging ook al af. Voorgenomen het klote ding uit te zetten. Ja, die van mij ging ook al af, alleen ik heb hem niet... Oh. Is het die jouwe? Nee, dat is die van jou. Geen enkel probleem. Je moet bereikbaar zijn in jouw functie. Ja, ik moet bereikbaar zijn. Als je zo belangrijk bent geworden als ik, dan moet je bereikbaar zijn. Ja, als je echt heel erg belangrijk wordt overigens, ben je niet meer bereikbaar. Nee, er zitten allemaal mensen om je heen. Man, daar is niet doorheen te komen natuurlijk. Nee, het zijn allemaal hele zenuwachtige types. Als wij voor de lol Mark Rutte zouden bellen, dan is hij niet bereikbaar. Nee, tenzij we eens een directe nummer hebben. Want Mariette Hamer heeft mij wel eens gezegd dat ze gewoon lekker met hem sms't op zijn Nokia. Ah, nou, fijn. Ja, niet dat ik die behoefte heb om soms lekker met hem te gaan sms'en. Maar hij stuurt ook iedere keer terug, oké, top, ja. Prima. Maar ik zou hem zeggen, als je Olaf Scholz belt, dan krijg je hem niet aan de lijn. Nee. Is het bekende bellen van de president van de Verenigde Staten, die krijg je ook niet aan de lijn. Nee. We hadden het over Bernard en zijn rol dus in die... Ja, Bernard was de rechterhand van Wilhelmina en voor zover ik weet de commandant van alles wat als Nederlandse troepen beschouwd kon worden. Mm. Dus ja, die heeft die rol natuurlijk ook na de oorlog ook gespeeld. Vandaar dat ik het daarnet had. Op 5 mei in Wageningen, daar stond Bernard ook altijd. En dan was er zo'n troepenschouw en dan kwamen er jaar in jaar uit een steeds ouder wordend legertje van veteranen trok voorbij. Ik geloof dat er nu nog één was of zoiets dergelijks. Ja, niet zal niet veel meer geweest zijn, reken maar uit. Als je 20 bent en 45, bij van 25, 75, ben je 98, dan moet je wel vrij vitaal zijn. Wil je nog gaan bezig kunnen zijn. Ja, nou ja, je ziet ook al die verhalen dat... een steeds kleiner groepje wordt wat dat iedereen vertelt. Maar goed, Bernard speelde daarin een belangrijke rol. Ja. Ja. Zoals Bernard natuurlijk na de oorlog sowieso natuurlijk voortdurend te paard werd geholpen. Ook door de media en de elite. Ja, Bernard was een genie. Zodat je tenslotte begon te geloven dat we die oorlog alleen maar gewonnen hadden. Omdat Bernard er ook bij was aan de goede kant. Hè? Hoe was Bernard... Ik weet. Maar... Volgens mijn zwager, die naar al die documenten heeft gekeken, had Bernard ook vaak groot gelijk in sommige opzichten. En Montgomery bijvoorbeeld niet. Maar ik was geen liefhebber van prins Bernard. En hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Ik ben principieel tegen het koninklijk huis, laten we dat voorop stellen. En ik vond dat aan Bernard veel te veel werd toegedacht. Dat Bernard belangrijker werd gemaakt dan hij in werkelijkheid was. Hij deed ook altijd van die exportreizen, waarvan ik ook altijd dacht, ja, export. Lekker vliegen in dat vliegtuig en zo, maar ik zag daar ook niks in. Het gekke is dat Bernard zich met van alles en nog wat bemoeide, volgens mij, en deed.
En toen hebben we Klaus gekregen, wat in een tal van opzichten een veel fatsoenlijker man was dan Benner natuurlijk. Dat durf ik wel te beweren. En die mocht niks. Die had een interesse in ontwikkelingshulp en Afrika en zo. En nou ja, die is voortdurend dwars gezeten op dat punt. Hoe kwam dat? Ja, omdat het was voor politiek. Dus ik weet niet, misschien omdat Klaus een beetje linkse ideeën had. Ik heb geen idee wat daarbij precies een rol heeft gespeeld aan de top van de Nederlandse politiek. Ja. En nu zie je dat Maxima in feite vrij veel ruimte krijgt voor dat microkrediet en al die andere zaken waar zij zich mee bezighoudt. Dat ze tenslotte met Mohammed bin Salman gefotografeerd werd, waar je toch wel even op je kop krabt. Er zijn ook deskundigen die zeggen ze zijn belangrijk voor de waarde in het buitenland van Nederland. Ze zorgen ook voor heel veel... Ja, dat moet ik zeggen. Maar dat is natuurlijk een heel merkwaardig soort van sentimentele waarde. Als je in Amerika een beetje een gesprek voerde over Nederland. Nou, dan was het bepaald niet zeldzaam. Dan zei je, ja, jullie hebben ook een koningin natuurlijk. Pas sinds kort een koning. En wonen ze in een paleis? En is er ook een prinsesje? Nou ja, dat die hele libelle toestand die daar natuurlijk omheen hangt. Wat ik altijd eigenlijk vrij pijnlijk vond. Alsof ze... Waardoor natuurlijk ook landen die niet zo iemand hebben, zo'n erfelijk koningschap, geneigd zijn om weer allerlei gekkigheid toe te schrijven aan de gekozen president. Waar dan natuurlijk ook altijd door de gekozen president, altijd, niet altijd, maar vaak misbruik van wordt gemaakt. En je zit er toch alweer 10 jaar, hè? Willem-Alexander. Ja. Hij is echt sinds kort een koning. En inderdaad, als je het op de geschiedenis plakt, dan zit het sinds kort maar 10 jaar. Ja, het is duidelijk dat ze het zwaar hebben. Ja, was het maar omdat die Amalia bedreigd wordt, wat natuurlijk een ontzettende klotenstreek is van degene die dat klaarblijkelijk georganiseerd hebben. Maar daar had hij het nooit over. Ik studeer pindateelt, zei hij altijd. Ga lekker naar huis koken, veel beter. 2 weken geleden is de LPF op de fles gegaan, althans hier. Verder is het al wel iets langer geleden. Het populisme door de ogen van Maarten van Rossum. En natuurlijk het échec van de LPF creëerde eigenlijk opnieuw ruimte ter rechterzijde van het Nederlandse politieke spectrum. En de vraag was toen eigenlijk wie gaat die ruimte opvullen. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. En wil je nog een aflevering luisteren? Check dan nu Sea Level met Wouter Kolk van Ahold Delhaize. De baas van onder meer Bol.com en Albert Heijn. Hij vertelt hoe de supermarkt van de toekomst eruit ziet. De link naar de aflevering staat in de show notes bij deze podcast.